Hoi allemaal, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Straatpraat. Waar worden mensen eigenlijk gelukkig van? Dat is het onderwerp van deze week. Waar wordt u eigenlijk gelukkig van in het leven? Ja, van heel veel dingen. Vrienden zijn, gezellig met een vriendin. Vind mijn werk leuk. Er zijn heel veel dingen waar ik gelukkig van kan worden. Ik word gelukkig van een prachtig jaar met heel veel vrolijke gezichten en veel meer straatmuzikanten in de wijk. Oké. En waarom straatmuzikanten? Ze worden eigenlijk uit het centrum worden ze steeds meer geweerd. En ja, je ziet ze steeds minder. En gewoon dat vrolijke lied. Of soms misschien wel een wat dramatischer lied. Een beetje weemoedigheid en sentiment. Ja, dat hoor ik graag. Zeker, we staan hier nu bij, ook weer bij een winkelcentrum. En ja, dan is het zo stil. Dat vind ik jammer. Zijn er ook nog andere dingen waar u gelukkig van wordt? Ja, tuurlijk. Kijk, hier word ik gelukkig van. Van heel veel kinderen in de wijk, spelende kinderen. Mooie tuinen en goede speelplekken zonder hondenpoep. Daar wordt een jonge vader, een gematigd jonge vader, ook heel gelukkig van. Gezond eten en drinken en geen stress. En dat iedereen genoeg te eten en te drinken heeft. En dat iedereen voor zijn ziektes of zijn verslavingen geholpen kan worden. Ik word gelukkig van heel veel mensen om me heen die ik lief vind. Okay. En waarom specifiek word je hier gelukkig van? Nou ja, omdat iedereen natuurlijk heel druk heeft, heel moeilijk is om nog tijd te vinden om vaak met zoveel mogelijk mensen bij elkaar te komen. Is het eigenlijk iets wat heel zeldzaam is om nog mee te maken. Ben je de laatste tijd al veel samen geweest weer met vrienden? Ja, ik heb laatst nog een etentje gepland waarop we met ongeveer 6 of 7 mensen samen zijn gekomen. En met z'n allen zijn gaan gourmetten gezellig. En veel met vrienden afgesproken, omdat het natuurlijk... vakantietijdperk was, dus... Ik word gelukkig van alles. Laat ik zeggen, van mijn familie. Als ik met mijn familie ben ik echt heel erg gelukkig. Ik heb niet meer dingen. Kun je nog een paar dingen vertellen waar je gelukkig van wordt? Even denken. Ja, als ik buiten ben, als ik iets goed heb bereikt, dan ben ik blij. Gelukkig. En dan heb ik ook meer zin om dingen te gaan doen, motivatie. En wat is voor jou iets goeds bereiken? Bijvoorbeeld met school, nu neem ik school in plaats. Bijvoorbeeld ik heb een toets geleerd en die heb ik goed behaald. Waar ik geluk van elke dag opstaan en vrouwtje om me heen. En noem maar op, alles. En waarom precies deze dingen? Waarom precies deze dingen? Nou, mijn vrouw hebben andere nieren gehad en daar ben ik heel erg blij mee. Zijn er ook dingen waar u minder gelukkig van wordt? Waar word ik minder gelukkig van? Nou ja, van de huizencrisis word ik wel wat minder gelukkig. Dat de prijzen aan het dalen zijn. Dat er steeds meer mensen werkloos worden en dat het economisch niet zo goed gaat. Ja, dat is wel jammer. Waar ik nog meer niet gelukkig van word is het Centraal Station dat maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. En op een bepaald moment hoop je dat het dan klaar is. En dan word je daar weer heel erg gelukkig van. Dus dat is dan wel weer mooi. En zijn er, u heeft het over het Centraal Station. Zijn er dan ook nog specifieke zaken op het Centraal Station waar u minder gelukkig van wordt? Ja, kijk, het is natuurlijk een project van bijna 1 miljard. Dus het is logisch dat daar allerlei onrust omheen is. Maar je wordt allerlei onderaannemers die doen waar ze zelf zin in hebben. Daar word je wel een beetje moe van. En vervolgens, wat wel heel vreemd is, en dat weten wellicht de kijkers ook thuis, is dat er altijd gesjoebeld is tussen deelgemeente Noord en de centrale stad. Ja, dan roepen ze wel, ja, het Centraal Station is helemaal af, maar het plein moeten ze nu nog helemaal gaan doen. Dus ja, dat is wel een beetje matig. Dat je dan denkt van nou, we hebben de opening gehad. En verrek, we hebben ook nog een plein. Ja, ik vind dat er wel bij hoort. En dat is niet integraal meegenomen. Dus dat is wel een beetje vreemdsoortig en nogal ambtelijk gegaan. En recent heeft ook in de landelijke kranten gestaan dat natuurlijk wat mensen rondom het Centraal Station hebben gezegd van hey, gek, er zijn scheuren, er rijden nogal heftige vrachtwagens hier rond. Ja, dat moet ook wel worden opgepakt door de centrale stad. En dat gaan ze wel doen, maar dat zal heel lang gaan slepen, denk ik. Ja, ik word gelukkig van als ik gezond ben en ik word niet gelukkig van als ik ongezond ben. Okay. Dat is mijn ervaring. En waarom is gezondheid voor u zo belangrijk? Nou, dat voelt me gewoon goed. Als er te veel dingen zijn die je moet doen. Als je het zo druk hebt dat je er geen overzicht meer over hebt. Als mensen me tegenzitten.
Dan word ik echt ongelukkig en heb ik nergens zin meer in. Ik heb niks te klagen. Als ik om me heen kijk, zijn er meer mensen met armoede als dat wij lopen te klagen. Ja, toch? Ja. Dat was alweer de straatpraat voor deze week. Volgende week hebben we weer een nieuw onderwerp. Tot de volgende keer.